Goedemorgen en wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog van de Reisfamilievloggers. Mijn naam is Dennis. Ik ben Melissa. En wij gaan vandaag naar de vakantiebeurs. Yay! Oh, wacht, het is een beurs. We gaan nu op vakantie, hè? Wat zeg je? Ik ben een beetje moe. Oh, je bent nog een beetje moe. Ja, maar we hebben nog een rit voor de boeg, dus dat maakt dat kan je lekker wakker worden. Het is inderdaad op dit moment zondag. Het is 9:50. En wij gaan dus snel de auto in richting Utrecht naar de jaarbeurs. Dus we zien u zo. Hey, en wat leuk dat jullie dus komen kijken naar een nieuwe vlog. We zijn inmiddels aangekomen in Utrecht bij Hoogkatrijnen. En daar kwamen we tot de ontdekking, tot parkeren, heel duur is. Ja. Tenzij je van tevoren reserveert. En dat van tevoren reserveren, dat kan je ook gewoon doen als je voor de poort staat, zijn we achtergekomen. Behalve als je echt heel erg vroeg zou zijn. Soms zijn de tijden wat later, maar nu lukte het inderdaad wel. Ja, normaal gesproken kan je dus parkeren gewoon in de parkeerplaatsen van Hoogkatrijnen. Ja. En dat is op loopafstand van de jaarbeurs. Want bij de jaarbeurs zelf, de partij volgens mij 5 euro per uur. Ja, 4,60 euro, zoiets, ja, per uur. Ja. Ja, dus wij hadden gelezen al op internet dat het ongeveer rond de 15 euro zou kosten als je gewoon op de parkeerplaats van Hoogkatrijnen gaat parkeren. Ja. Maar ik had niet gelezen dat je daarvoor moest reserveren. Dus normaal gesproken is gewoon het dagtarief hier 34,50 euro. Ja, 1 euro per kwartier. 1 euro per kwartier. Ja, dus 4 euro per uur. Ja. Iets goedkoper dan bij de jaarbeurs. Dat is die 4,60 of 5 euro, ja, maar dan nog is het veel geld. Ja, maar je kan dus gewoon op internet kan je deze plekken. We staan nu in de P2. Want ja. P1 is dan normaal gesproken 15 euro voor een hele dag. Ja, als je dat van tevoren reserveert, maar die was uitverkocht. Ja, ja, ja. En nu staan we in P2. Dat is letterlijk tegenover de P1. Voor 17,50 euro voor een dag. Dus we hebben gewoon op de parkeerplaats, of in ieder geval even naast de inrijpoort, hebben we even gereserveerd. Dat kon eigenlijk pas vanaf 11 uur. Het is nu 10:30. Maar dat stond in de mail toen we die hadden ontvangen. Van ben je te vroeg? Geen probleem. Je kan tot een uur van tevoren kan je alsnog inrijden. Dus ga jij naar de jaarbeurs. Reserveer van tevoren je kaarten. Ja, dat is makkelijkst. Van Hoogkatrijnen. P1 of P2 of P3 of P4 of P5. Je kan alles kiezen. Ja. Dat scheelt aanzienlijk veel geld. Dus we hebben nu door middel van eventjes op de telefoon, 10 minuutjes even zoeken, hebben we 17,50 euro bespaard. Ja. Dat is de moeite. Nou, precies. Hè? Nou, we gaan snel wandelen richting de jaarbeurs. Yeah. Oké, en toen stonden we in Hoogkatrijnen en weten we niet welke kant we op moeten. Oké, Google Maps is de uitkomst. Ja. Oké, kijk eens jongens. Mobiele telefoons, cartridges, lampen, elektrische apparaten, batterijen, textiel. Dat zijn pas veel gescheiden prullenbakken. Wauw. Allemaal, hè? Sta ik wel toch van te kijken, jongens. Het is zondag, dat weten we. Maar we lopen op Hoogkatrijnen. Je zou verwachten tot dan de winkels al open zouden zijn op een zondag op een Hoogkatrijn. Ja. Maar toch is alles vooralsnog dicht. Maar het is natuurlijk nog om 12 uur. Ja, dat is waar. Het is wel half. Ja, tuurlijk. Het gaat natuurlijk pas om 12 uur open, denk ik. Ja, die kant op. Oké. Ja, we volgen gewoon de grote mensenmassa en dan kom je er vanzelf. Half 7 tot en met 12. Oké. Okay. Supernova. Waar ga je naartoe? Naar Supernova. Hey, Supernova. Maar daarvoor kwamen we niet, schat. Jawel. Nee. Jawel. Kijk, we moeten daar naartoe. Nee. Kijk, waar heel staat vakantiebeurs. Ja, we zijn binnen, jongens. We gaan departure. Wauw. Kijk, en bij binnenkomst kan je gelijk kans maken op een... Waar een reischeck van 500 euro door een parasolletje te plaatsen ergens hier op het strand. En dan wordt er een winnaar getrokken straks. Ik ben benieuwd. Hé, hey Nova, wat heb je nou om je pols? Heb je gewoon al een bandje weten te scoren? Ja. En een sticker. En een sticker, want in het boekje kan Nova inderdaad in elke hal van die cadeautjes. Ja. Hey, die kun je ook krijgen? Nou, nee, niet krijgen denk ik. Oh. Dan kun je uitzoeken hoeveel er verstopt zijn. Oh, dan kan je winnen. Oké. Ja jongens, en we zijn hier bij de Corendon stand. Van hun hebben we ook de 2 vrijkaarten gekregen om hier langs te komen. Dus we gaan zeker eventjes kijken, want er is ook nog iets van een cadeautje klaar liggen voor ons. We hebben voor jou 8,50 euro moeten betalen. Oh, nou hebben we trouwens nog helemaal niet verteld. De normale toegangskaartjes zijn 14,95 euro of 14,75 euro uit mijn hoofd. Ja, maar we gaan eens eventjes kijken wat we hier nog kunnen doen. We zijn hier dus overigens om gewoon ons te inspireren. Waar wij dus deze zomervakantie heen willen, want we weten het gewoon nog niet. Nee, dat is echt een luxe probleem. Oké. Ze is dus papiertjes aan het vangen. Ja, papiertjes vangen. Ja, en op een van die papiertjes staat waarschijnlijk dat je iets kan winnen of zo. Ik denk dat er iets op gaat staan, ja. Ik weet het niet.
Ster? Ster? Alsjeblieft, mag je daarmee naar de balie? Okay. En mijn collegaatje voor de prijs. Oké, oké. Okay. Ja. Kijk hoor, ik heb voor jou een korting. Deze code hoort erbij, die kan je hier inwisselen. En wil je ook nog iets leuks uitzoeken? Ik heb hier nog een frisbee. Ik heb hier een slippertje van je tas of van je koffer. Ik heb hier ook nog een muntje voor je winkelwagentje. Dat vind je leuk. Ja, dat dacht ik al. Hé, hey, dank je. Yay. Oké, we zijn dus afgeleid. Nog even geen Corendon. We lopen eerst gewoon de hal door van links naar rechts. Om alles mee te maken. En Novi heeft dus net een kortingsausje voor €50 gegrijd. Woe! En een slipper voor een soort sleutelhanger. Ja, oh, en hier kan je ook nog een spelletje doen. Ja, maar je kan ook palmboom klimmen. Wil je dat nu gaan doen? Oké, superleuk. Wordt in ieder geval, de kids worden goed geëntertaind hier ook. Ik blijf staan, even na! Hou je voet op de rand, ja! Oh, je hebt nog maar een klein stukje te gaan, schat. Ja joh, oh makkelijk. Ja, en zoals jullie zien lijkt het nog heel erg rustig. Maar er zijn al best wel weer wat mensen hoor, jongens. En ja, het is eigenlijk dus inderdaad gewoon een huishoudbeurs, maar dan met vakanties, hè? Ja, is heel leuk, hè? Ja, voor jou wel, hè? Allemaal leuke dingen hier ook. Ja, maar je bent nog nooit bij een huisartsbeurs geweest? Nee. Wat is dat? Ja, dat is echt voor vrouwen. Ja, dat ga je ook nog wel een keer doen. Ja, oké, we komen weer in een nieuwe hal. We gaan even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden aan informatie. Patatje rendang. We zijn in het Azië gedeelte, jongens, maar dat wisten jullie misschien al. Nova die gaat gewoon op de traditionele manier Nova's naam schrijven in Chinese letters. Wauw. Dus dan kan je heel schrijven, ja. Ja, goed zo. Dus hier staat eigenlijk gewoon Nova. Ja, het is Nova. Ah, ja. Wauw. Oké. Okay. Echt Nova, word je toch verwend, hè? Knuffeltje. Ja, ze hadden ook nog een en nog wat spullen. Ja, weet je, we gaan gewoon alles verzamelen precies. En we laten het gewoon het einde van de vlog zien gewoon. Gek, hè? Nova. Ja, zo schrijf je dat, je naam. Echt, hè jongens, hoe sommige van die stands eruit zien. Alsof je gewoon in het land waant. Ongelooflijk. Stampvoet hoor, dit. Kijk, en hier krijgt Nova een henna tattoo. Wauw. Wauw, die is echt vet. Zo hé. Nou, nu mag je die hand niet meer gebruiken. Nee. En nu? Oh, ja, ja, dat is wel slim. Ja, oké. Oh, zo, tussen de hallen in, een onderwaterwereld. Hey, we gaan nu richting... Hal 12. Hal 12, USA-terrassen. Ja, ik denk het. Ja, we hebben honger. En ja, je Curaçao hebt al... ook trouwens. Curaçao? Ja. Zit dat daar Royal ook? Royal Blue Curaçao. Oh, dan gaan we eventjes informeren. Hij is al heel droog. Oké, okay. Is hij al droog? Ja, gaat het goed? Ja. Wauw, mooi hoor. Oké, maar het is dus etenstijd en je hebt dus allemaal restaurants en terrassen op themagebied. Dus we gaan eens even kijken bij de Amerikaanse terras wat voor ongezond ze daar kunnen eten. Ja, dat gaat dus nou niet met een, net een henna tattoo wat gezet is wat er moet drogen. Jammer. De twee getallen, wow. Hele rat. Oh, het is echt maar, je moet 25 of 50 ja, draaien. Nou. Wat een geluk. Oh. Wauw. Hey, dankjewel. Dank. Jeetje, hoe doe je dat? Oké, we gaan toch voor iets meer gezond. Iets meer gezond. Die hamburgers die waren maar liefst €12 per stuk. En dit is iets voordeliger. Kijk jongens, de buit. Twee broodjes kroket. Twee frietjes, verzijse broodje. Smoothie mango. Ijsthee. En mayonaise. €33. Oké, nou, eet smakelijk.
Oké, nou. Eens kijken of dit gaat lukken. Nova die gaat even vliegen met de Flight Simulator Virtual Reality. Klaar voor? Go! Oeh, bijna! Moet ik even mee hoor. Ja. Oh, bijna! Ja, en lang. Kijk, Dinoland is er ook. En daar zijn we al geweest. Kijk jongens, komt het jullie bekend voor? Camp to go, die is er ook. En we gaan kijken of we de haringen kunnen tellen. Want dan kan je weer kans maken op een prijs. Ja, hoe vet zou het zijn als hij ons videootje zou laten zien, hè? Nou ja, Sander Jansen, hij herkende ons nog. Superleuk. En ben je 1,50 meter of langer, dan kan je ook zelfs hier gratis gebruik maken van een klimbos. Oh jee, Nova heeft weer een rat ontdekt. Zal ze weer zoveel geluk hebben? We gaan het zien. Ga je niet op kans? Klik, 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 klik. Zuid-Amerika. Waar zou dat liggen? Je hebt alleen maar Topo Nederland gehad, maar wie weet. Ja. Is het, wat denk je? Het maakt niet uit als fout. Dus waar denk je dat het Zuid is? Ja! Nou, heb je in één keer goed? Nou, wat heel erg. Echt waar? Supergoed! Supergoed, je krijgt van ons een kompasje. Hé, hey, een kompas, superleuk. Als je helemaal plat op je hand houdt, dan kun je de rode pijl erbij staan naar het noorden. Ja, we zijn toch weer even teruggelopen richting de cruiseschepen gedeelte. Dus dat staat er echt nog wel op onze bucketlist om dat een keer te doen, inderdaad. Wat wil je? Ja, welke? Welke? Oh, die. Ja, dan noemt ze ook het nieuwste schip van Royal Caribbean. Hè? Gek. Zouden we willen, hè? Dat moet. Ja. Nou, maar goed, die staat inderdaad wel op onze to-do-lijst. Om nog een keer een cruise te gaan doen. En dat natuurlijk ook voor jullie vast te gaan leggen. Dus we hebben even wat informatie ingewonnen. Het is nu tijd om naar huis te gaan. We hebben een hele gevulde tas. Kijk. Een hele zware. Een hele zware gevulde tas. En dat betekent dat wij dus thuis op ons gemakje even gaan kijken. Wat we allemaal hebben. Hoe duur het allemaal is. En wat allemaal mogelijk is. Dus hoop informatie. Hoop spullen. Maar we gaan straks even laten zien wat we dus allemaal hebben. Departure, we gaan er weer vandoor. Gadverdari, echt hè? Dan wil je toch op vakantie met dit weer? Eeuw. Nee, maar het regent wel. Ja, het is duidelijk jongens, Hoogkaprijnen is open. Wat een drukte ineens. Wauw. Wow, ik deed net ons kaartje even inscannen, zeg maar. We hebben gewoon 5 uur en 55 minuten zijn wij hier geweest. Gewoon 6 uur bijna. Waar ga je naartoe? Ja, je zei dat we naar C moesten. Dit is D. Ja. Ja, kijk hier is C. Ja, auto teruggevonden. Oké. Okay. De nieuwe auto van mijn vriendje. Ja, laten we straks even allemaal zien. Ja, gaan we naar de auto. One eternity later. Ah jongens, toen waren we weer thuis. Lange wereldreis erop zitten. Nou ja, sneeuw onderweg, drukte. Dan denken mensen echt dat we halve sneeuwbuien hebben gehad. Hè? Dan denken wij mensen dat we halve sneeuwstorm. Nou hé, het was veel natte sneeuw. Ja. Toch? Ja, wel. Toen we hier aankwamen. Maar we zijn dus weer thuis. De katjes zijn weer lekker aan het zeuren, want die denken ook eten. Yay. En dan gaan we straks eventjes kijken. Wat hier dus allemaal in zit. En welk abonnement we hebben afgesloten. Want ja, we hebben weer iets afgesloten. Wat helemaal niks met de vakantiebeurs te maken heeft eigenlijk. Dus dat is wel raar. En wat Nova dus allemaal ook nog heeft verzameld. Is ook wel leuk om te vertellen. Maar we gaan eerst even snel een hapje eten. En dan vertellen, denk ik, Melissa en Nova straks eventjes wat we allemaal een beetje hebben.
En wat meer over die ideeën die we hebben waar we graag naartoe willen. Maar we hebben zeker ook jullie hulp nodig voor de vakanties, jongens. Dus laat even in de reactie van de video achter wat Julian als tip ons zou willen geven van ga daarheen met de zomervakantie. Dus inderdaad echt in het hoogseizoen met de zomervakantie. Want daar zitten wij helaas eigenlijk gebonden vanwege het feit dat Melissa natuurlijk lerares is. Ja. Ja? En Nova op school zit. Ja, en Nova op school. Oh ja. Dat is natuurlijk ook nog. Ja, Nova zit op school. Ja, anders melden we gewoon ziek, toch? We hebben toch, hoe heet die ook alweer, die dat goede voorbeeld gaf? Die zanger? Ik weet niet, sorry. Ik weet ook niet meer. Maar goed, dat was in ieder geval een bekende Nederlander die je kind thuis had gehouden. Daar uiteindelijk een boete van had moeten betalen. Maar goed, dat staat helemaal los van natuurlijk. Dus hebben jullie goede tips voor een goede zomervakantie? Laat het even in de reacties achter, want we hebben op dit moment nog geen idee. We hebben enorm veel informatie verzameld, dat we er straks even aan jullie laten zien. Maar dan weten we op dit moment nog steeds niet hoe en wat. Dus alle hulp is welkom. En toen zaten wij ineens met z'n tweeën op de bank. En hebben we voor ons, dat zien jullie nog niet, een hele tafel eigenlijk. Ja. Vol met spullen en ook heel veel dingetjes die jij hebt gekregen en hebt gedaan. Dus dat laten we eventjes zien aan jullie. Want kijk, allemaal spulletjes. We hebben wat doeboeken voor Nova, zoals de Bosvrienden. Die hebben we dan gewoon ergens gekregen. En hier is een Tui-boek. En daar staan dus ook allemaal leuke puzzeltjes en kleurplaten en raadsels en dingen in. Nou, dat is altijd leuk voor de vakantie. Dit is onze stapel met eigenlijk gewoon landen, boeken, vakantieboeken dus eigenlijk. Met dingen waarvan wij dachten, nou daar kunnen we misschien wel iets leuks in vinden. Na dit avontuur, want zo kunnen we het wel noemen hier, hebben we nog niet per se echt een beslissing gemaakt. We hebben vooral gewoon wat boeken meegenomen. Kijk, de cruise is ook wel erg interessant, maar ook wel heel erg duur natuurlijk. Maar ook wel grappig om een keer te doen. En we hebben New York, we hebben Amerika al net laten zien. Tanzania lijkt me toch ook wel heel mooi, met de Big Five bijvoorbeeld. Nou, we hebben Rwanda, we hebben hier gewoon de zeetours, gewoon à la cruise die we kunnen maken. Maleisië, we hebben, nou wat is dit nog voor moois? Even kijken, al hadden we hier gepakt. Oh ja, dat was eigenlijk een beetje Discover. Groepsreizen individueel op maat. Ja, het is van alles, jongens. Zoals we net al vroegen, hebben jullie nog tips, leuke dingen waar we heen kunnen in zo'n vakantie? Laat het ons alsjeblieft weten. We hebben hierachter ook nog wat leuke dingetjes, want die had Nova. Ja, tasjes. Wil je even laten zien? Want we hebben die bovenste is een rugzakje. ANWB. En die kan je als een rugzakje opdoen. En er zit dan aan de... Zo, ja, gewoon zo. Ja, precies. En aan de bovenkant zit dan een ritje. Altijd handig. Gewoon om wat kleine spulletjes mee te nemen. Ja. Het is nog een beetje een saai tasje nu, hè? Wij hebben textielstiften. Wij hebben textielstiften. En dat is wel leuk om dan een beetje nog in te kleuren. Dat is altijd makkelijk, toch? Om ons leuk klein tasje mee te nemen. Dus dat is prima. Deze is ook van de ANWB. Ja, zelfde ANWB. Mochten we ook gewoon pakken. Grote avonturen beginnen in een klein tasje. Zo. Nou. Aan deze kant. Oh ja, ook nog. Van het smalste bospaadje op de Veluwe tot de hoogste berg in Oostenrijk of een verre reis naar Azië. En die kunnen we ook nog leuk versieren. Dus dat zijn van die linnen tassen. We hebben nog een tasje. Oh, nog een tasje. Daar ook wat in. Oh, en wat is dat voor tasje dan? Van de Hello Fresh. Hello Fresh. Kijk, dan zien we het eventjes. Hier staat hij, de Hello Fresh. Dat is een beetje wat Dennis net zei, hè? Of wat papa net zei. Dat we iets hebben genomen wat eigenlijk niets te maken heeft met vakanties. En er zit inderdaad nog wat in. Dat is ja, het foldertje, kijk. Hello Fresh, leuk dat je meekookt. En een lekkere zoete witte wijn. Azijn. Die kan je natuurlijk gebruiken voor het koken. Dit is dus eigenlijk iets wat ik al heel lang een keer wilde proberen. En wat mensen in mijn omgeving hebben ook Hello Fresh. Jullie kennen het vast ook allemaal. En de een is er positief over en de ander wat minder. Ja, dat moeten we zelf gaan ontdekken. Er was nu een leuke korting. Dus nu dacht ik van ja, nu is toch wel het moment. Dus we kunnen gewoon eens wat boxen gaan uitproberen. Ik heb nu nog de familie variant aangetikt. Want ja, we zitten toch met een beetje ook met voor kindermaaltijden. En dan kunnen we als het goed is per week 3 maaltijden gaan bestellen. En dat is dan per 1 februari nog even bedenktijd en goed om te kijken naar de app en zo. En dan ga je meehelpen, hè, om te kijken wat we voor lekkers kunnen gaan maken en zo. Kleur. Leuk. Ja, dus de Hello Fresh die komt binnenkort. Maar we hebben ook nog kleurplaat. Nou, dat is ook belangrijk. Dus leg het eens neer. We hebben deze. Dit is gewoon een leuke kleurplaat. Verder niets. Dat is gewoon voor de leuk. Nou, die ziet er grappig uit. Leuk. Met deze kan je iets winnen. Nou, precies. €25 kottingbon van de Intertoy. Klopt. Dus die moeten ze op de allermooiste gaan inkleuren. En dan kunnen we hem opsturen. Nou, dat gaan we eventjes doen, hè. Leuke. Oh, kijk eens. Ja, die is leuk. Ook heel stevig papier, deze. Ja, leuk. Dit is een heel hard papier, echt karton. Dus die kunnen we leuk versieren en ophangen. En wat heb je daar nou toch gedaan? Jullie hebben het al gezien in de vlog, maar vertel eens.
Zij schrijft je Nova in Chinees. Echt hoor. En hoe werd dat dan ook alweer gedaan? Want dit was niet per letter. Weet je het nog, hoe het zat? Dit is No en dit is Va. Precies. Kijk, ze had even de naam bovenaan moeten schrijven. Zodat die mevrouw wist hoe ze heet en hoe je het schrijft. Dit is dus de kant die de mevrouw deed. En Nova mocht het toen tegelijk ook meedoen. Dus eigenlijk heeft Nova het een soort nagemaakt. En haar eigen naam dus geschreven in het Chinees. Nou, dat is wel cool. Dat is wel heel grappig. Voor ons ziet het eruit als leuke tekeningetjes. Ja. Maar het is dus eigenlijk Nova's naam. Nova. Heel grappig. Ja, ik vind het heel leuk dit soort dingetjes om dan zo te doen. Nou, en dan hebben we nog wat klein spul. Nou, laten we nog eventjes snel zien. We hebben het maken van een windmolen. Die kan ze gaan doen. Kijk. Stappenplan. Tada, stappenplan. Heel handig. Leuk, leuk, leuk. We hebben, kijk eens dit schattige pandaatje. Die kregen we ook toen ze klaar was met deze naam. Toen kregen we die. Maar ze heeft ook, die hadden we hier net ook al gezien in de vlog. Oh, zo schattig, deze koala. En die heb je gewonnen, hè? Wat een geluk had je weer. Zoveel cijfers en ze heeft precies degene gedraaid waar ze de koala kreeg. Kijk, die kreeg je na de simulator, hè? En wat ik heb bedacht, dan pak je de panda en deze ook. Uh-huh. Dan doe je... Ja, meneer Koala heeft iets op zijn hoofd zitten namelijk. Kijk, en dan kan meneer Koala gewoon in... Nou, niet in, aan. Kijk eens, deze hangen. En dan heb je hem altijd bij je. En dan kan een beetje heen en weer, een soort attractie voor hem. Ja, kijk. Leuk. Super grappig. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dat zijn wat kleine dingen, die laten we even gewoon snel zien. Een kortingsvoucher, een waaier, heel erg mooi inderdaad. Hij is heel mooi inderdaad, kijk. Leuk. We hebben wat pennen, we hebben een pepermuntrolletje, we hebben een bandje, inderdaad. Oh, die was van zo'n bandje. Oh ja, een kompas, een kaartspel. Ja, ga je het kaartspel kijken. We hebben de frisbee. Ja, die zit erin, hè. Ijsklappen. Grappig zijn die, hè? Oei! Ja, bijna goed. We hebben nog een chocolaatje over. We hebben nog iets voor aan de koffers. Kijk, daar staan je gegevens op. Die kan je gewoon eraan hangen. Een leuk kaartje van de flamingo's. Nog wat kleurpotloodjes. Een doosje, dat is een soort magneetdoosje. En we hebben Bultje wordt beroemd. Dat is dus van een camping in Nederland. En blijkbaar een heel bekend konijn daar, een soort mascotte. En die heeft ze inderdaad daar, mocht ze die uitkiezen. Dus superleuk. Dus ze hebben echt een hoop leuke dingen gedaan. Kijk, ja. Zie je het? Een gewoon kaartspel, hè? Ja. Gewoon met alle tekens. Nou, hoort er, komt, ik was zeggen, komt er vanzelf maar weer bij. Nou, dus dat was eigenlijk... Oh, en we vergeten nog bijna de 2 potjes hazelnootpasta. Die hebben we ook gekregen. Ja, en dit is dus het kidspaspoort. Die we dus heel de tijd bij ons hebben gehouden. Waardoor we wisten, waar zijn nou leuke dingen te doen voor kinderen. En ik moet zeggen, er was heel veel voor kinderen. Dat was leuk, hè? Eigenlijk boven verwachting veel leuke dingen te doen. Dus echt heel erg leuk. Jeetje, heb je weer 2 knuffels erbij. Ja, Nova is gek op knuffels, dat weten jullie natuurlijk al lang. Dus ze heeft ook echt geluk dat ze weer dit heeft gekregen. En kijk, de henna-tattoo. Die zit er nog zo op. Je ziet hem bijna in het beeld niet heel goed. Maar al dat zwart is er natuurlijk vanaf gegaan. En nu heb je nog een mooie afdruk die er nog staat. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft zitten. Maar erg leuke ervaring ook om zoiets een keer te doen. Maar we hebben dus echt wel een lange dag gehad. Ik ben ook echt wel moe, moet ik zeggen. We hebben ook meer dan 10.000 stappen. Want je gaat al die hallen door en je bent maar bezig. En soms nog heen en weer. Omdat ik je toch toch nog heen en weer wil. Of toch nog even iets wil zien. Of nou ja, wat dan ook. Het was echt wel een hele leuke dag. Ook gewoon lekker daar geluncht. Daar alles gekeken. Wat hapjes tussendoor. Wat lekkere snoepjes hier en daar. Wat een geluk. En dus echt wel heel veel leuke dingen voor kinderen. Zodat het voor hun ook echt wel heel leuk is. En er was ook gewonnen. Er was ook een kidsclub. Maar die viel voor nu op dit moment een beetje tegen. Was voornamelijk kleuren. En er was niet per se heel veel te doen. Maar dat hoeft ook niet. Want ja, onderweg kan je dus met zo'n paspoort of met andere dingen ook zoveel. Eigenlijk gewoon echt een hele dag vertoeven. En hele leuke dingen doen. We gaan nu wel de vlog afsluiten. We weten helaas nog steeds niet waar we nu echt op vakantie gaan. Hadden we ook niet verwacht hoor, na een bezoekje naar de aan. De cruise. Dat lijkt ons wel gaaf, hè, de cruise. Maar ja, we moeten echt kijken ook, want het is natuurlijk nou echt wel heel erg duur. Dus we moeten even goede keuzes gaan maken. En de cruise komt echt nog een keer als hij dit jaar niet komt. Want dat staat al heel lang op onze bucketlist. Dus dat komt echt wel een keer. Maar misschien niet dit jaar. Misschien ook wel. We weten het niet. We gaan het allemaal meemaken. Laat vooral jullie reacties onder de video achter. Zouden we heel leuk vinden voor wat leuke tips en ideeën. Hoeft echt niet per se heel ver te zijn. Maar gewoon waar jullie nou leuke herinneringen aan hebben. Zouden wij heel erg leuk vinden. En heel erg fijn. Maar voor nu gaan wij de vlog afsluiten. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet het niet te doen. Hier beneden. En natuurlijk daarnaast zit een belletje. Weet je nog?
Ja, hè? Als je daarop drukt, dan mis je helemaal niets meer van ons. Want dan krijg je een melding als wij weer een nieuwe video online zetten. Je kan ook lid worden. Dat is ook heel erg gezellig. Als je lid wordt van ons, dan support je ons natuurlijk. Maar dan krijg je ook allemaal leuke, exclusieve dingetjes daarvoor terug. Druk even op die knop, dan legt Dennis het in een videootje graag aan jullie uit. We hebben natuurlijk ook wat leuke gepersonaliseerde naamsleutelhangers. www.reitsie.nl/etsy.com. Ik weet het niet meer. /etsy. En we hebben natuurlijk ook de merchandise shop. Nou, wat een leuke dingen allemaal om ons eigenlijk te supporten. Maar ook voor jullie natuurlijk ook hele leuke dingetjes deze te hebben. Hé, hey, daar heb je hem ook. Ja, ik heb hem ook aan mijn vest hangen. Kijk, even kijken. Een beetje zo hier. Kijk. Ja, en Nova heeft hem ook. Onze naamsleutelhangers van Disney. Want we hebben ook ons vest aan van Disney allebei. Dus dat is grappig. En dan hebben we natuurlijk als laatste... Even heb ik alles gehad, denk ik het wel, hè? Ja, doe maar goed. Nee, duimpje. Die wou ik zeggen. En als laatste denk ik nog een duimpje omhoog. Hebben we de vakantieduim? Nee. Oh. Ik win altijd duim. Oh, je hebt altijd gelukduim, jij. Omhoog achter. En dan kunnen wij met z'n tweetjes nu niets anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei!